Hallo Big Legion en welkom bij Kane & Lynch 2 Kip Days. Want ik doe het met Lennon. Yay! Dus geen Dog Days, maar Kippy Days. Ja. En we gaan ready. Kane & Lynch is een co-op game, voornamelijk. Waar de één Kane is en de ander Lynch. En er gebeuren altijd hele rare dingen. Het is altijd illegale business. En Kane & Lynch 1 vond ik altijd wel heel leuk. En Kane & Lynch 2 is wat slechter, zeg maar. Maar ook wel weer wat uitgebreider. Dus ja, het is een beetje gemixt. De game duurt ongeveer 6 uur in co-op. Dus. Kijk, wij zijn emo's. Ja. Nee, iemand anders is emo. Die Chinees met die zonnebril op is emo. Maar dat is een alternatieve emo. Die snijdt in anderen. De game is best wel gewelddadig. Verder en seksistisch. En het is een third-person shooter. En het is op zich wel een vette game. Multiplayer leek ook altijd wel vet. Een beetje Payday, maar dan anders. Je kon namelijk banken overvallen en eigenlijk. En dan vervolgens je maten bedriegen ook nog door hun een kogel in de kop te schieten. En er in je eentje met de buit van door te gaan. Hello? Dus hey, op zich klonk dat ook altijd wel leuk. Back home? Okay. No, I'm still waiting for Kane. Maar dan gaan we naar dit zijn de laadschermen. Hij moet altijd bufferen en hele level of afladen. Het is een oude game. Een zeer oude game. Ziet er niet als de beste uit. Maar... I'll call you later. Dat maakt niet uit. Toch? Yeah. Nee. Als de story maar een beetje goed is, dan komt hij helemaal niet goed. Oh, Sue. Alleen de game ziet niet allermooiste uit, maar ja. Nee, maar op zich valt nog mee. In de steegje viel mee. We hadden net heel even een soundcheck gedaan. En toen waren we al in het eerste steegje. Dan dat zag er nog wel redelijk uit. De gezichten zo. Personen zelf zijn wat lelijk. En we rennen heel mooi. Ja, we rennen belachelijk snel. Alsof we de flash zijn. Ja, dat valt wel mee als je het zelf ziet. Wacht, ik zou straks even gaan rennen als het laden weer omschiet. Bij mij, het laden gaat trouwens bij iedereen tegelijk. Dus het is niet ja, dat... Ja, het is een gesynchroniseerd laden. Gaat, of ik nu heel stroom ga. Ik moet wachten zeg maar op Lennart en dan gaat het bij mij dus ook langzaam. Het laden zinkt. Ja, maar als ik in mijn eentje doe, dan gaat het ook tering snel. Ja, bij mij ook. 90% maar... buffering. Ja, ik ook. Maar dat komt door het internet. Door jouw crappy internet verder. Dat wat langer het duurt. Gaat niet, ik heb niet eens weten voor alle players. Nu wel. Ja, ik wel. Altijd wel. Kijk, hier is een mooie taxi. We zitten in Shanghai. Ja. Kijk eens Chinees, wow, in Shanghai, ik kan beter zeggen, kijk een blank iemand. Dat ben ik, dat is Lynch, langharig Patrick, dat is Kane. Is dat Kane? Nee, zie, dat is Lynch. Oh. Kijk, die is nou aan het praten, die koontje van de microfoon, weet je wie praat, Lynch. Oh fuck, jij bent Kane dan. Jij bent soort Max Payne 3, maar dan anders. Alles is maar dan anders. Eigenlijk. Ik ben je moeder, maar dan anders. Nee, je bent helemaal niet mijn moeder. Ja, maar dan anders, hè? Kip mijn neuken 3 en 5. Mijn baard is trouwens echt best wel verneukt. Mijn lange haar is verneukt. Dat zag ik net ook, alleen dan zag ik onszelf niet lopen. Ah, oké. Okay. En dan stond er een Chinees bij die telefoon. Of weet ik wel wat dat zijn. Dat zijn scooters, nou. Of wat bedoel je? Echo. Dit is echt zo'n Chinatown steegje dit. Dit is jammer genoeg wel best wel saaie video. Wacht, zie jij trouwens ook de achterkant van jouw character? Oh, character. Ja, en jouw character, ja. Maar niet speciaal meer je eigen? Nee. Oké, okay. Ja maar ik zie meer mezelf qua dat. Oh nee, ik zie nu alleen jou, man. Ja, jij was wel redelijk dichtbij. Hekje dicht. Koffertje mee. Ook. Hoe pak je zijn koffer trouwens vast? Waarom heb ik geen koffer meer? Waar is dat daar? Kijk hoe ik ren. Dat is toch zo belachelijk jongen, Usain Bolt, maar dan anders. Maar als je zelf rent, dan lijkt het niet zo snel. Gaat nog eens kijk een mooie fiets. Wee. Lijkt het een hamster. Lijkt eerder op Usain Bolt. Oké, okay, zijn we zover? Ja! Kick the door! Boobies, met een ander. Censuur boobies. Hey! Hey! Nee? Daar gaan we dan! Wij schoten. Oh, jammer, ik moet erop schieten. Dat lijkt me best wel mooi eigenlijk, als je in de video nog kan schieten. Ik wil poepen! Fuck die tv. Oh, what the fuck? We hebben niet zo heel lang. Wat?
Ik kon E drukken en dan stond er Catch Bray live. Au! Oh, huh? Au! Waarom ben ik neer? Je bent helemaal niet neer, wat de fuck ben je aan het doen? Oh, dat was jouw ja, ik was ook neer toen jij au au zei. Lag je er op de grond? Fuck jou, jongen, met je waterpijp. Ja, ik lag op de grond, ja. Ik was steden. Ja, dan lag ik ook op de grond. Oh, oh, die boze meneer is hier. Oh! Die spleet oog. Waarom gaat die spleet oog niet dood? Dat is zoveel headshots, oh, nee, jongen. Je kom moet hier. I. Oh, dan ga ik naar hem toe kijken. Ik heb geen I, ik heb alleen locate weapons. Die dude is denk ik een klein beetje buggy, hij hoort normaal weg te rennen. Ik weet niet, we hebben geen kogels meer. De kogel gaat in zijn ballen. Ik ren gewoon door. Oh, hij is opeens weggeteleport. Ja, hij is opeens hier. Lekker buggy. Ja, heb jij toevallig ook een wapen, meneer? Wat heb je gedaan? Heb jij nog kogels? Het is gesensord. Oh ja. Als je ze neerschiet dan... Oh, what the hell? Wat deed die man allemaal? Dat weet ik niet. Ik ben ook wat aan het doen. Met de censuur. Kijk, Japanse televisie. Wat is melee überhaupt? Ik ken die hele fucking controls niet in die game. B, E, Q, weet ik veel wat. Aim assist enabled you serious? Oh my god. Laten we dat maar eens uitzetten, aim assist. Ah nee, nu heb ik op knopjes gedrukt, nu zie ik het van de andere kant. Dat is kut. Nee. F is human shield. Q is cycle weapons. Fucking hell, dat wil ik niet. Eerst, ik zie het wel goed. Oh kut, ik heb een deur open. X is wat jij deed, camera side. En O is locate weapon, dus dat is een human O. Ja, ze schieten een klein beetje. Ik heb niks. Dus. Oh, wat fuck? Opeens heb ik een... Hoe de fuck? Ik heb opeens een wapen. Ren zo snel achter hem aan. Wat de fuck is dat? Wat de fuck ben jij aan het doen? Jij zit crouchen en je rent achter hem aan. Nee. Jawel, jij zit... Wat de fuck? Hij zit iemand te wijven, ren je achter mij aan? Ja, maar jij zit crouchen en wat de fuck? Stop eens, jij... Wat de fuck? Jij bent crouchen en je rent. Oh, nou niet meer. Jawel, dat doe je wel. Wat de fuck? Je ziet eruit als een aap. Wat de hell? Serieus, die game is nog een buggy als de tering. Hoe spring je? Niet. Serieus, what the fuck? Jij zit zo. Crouch en dan shiften. Waar de fuck moeten we naartoe? Weet ik, naar beneden. Hier, door die deur heen. Ja, wat? Weet ik veel, ergens. Geen idee, waar zijn we langs gekomen? Hier. Dan rennen we hier overheen. Die... Fucking shaky cam, jongen. Kun je dat uitzetten? Ik zag net ergens. Steadicam, disabled. Oh, steadicam, please. Yes! Oké, zet steadicam aan, als ik jou was. Bij controls. Controls en dan steadicam. Dan schud je beeld niet zo hard als een epileptische steadicam. Patiënt. Enable of disable. Enabled. Enable. Oh, yes! Dat helpt heel veel, nee, fuck. Wow, maar... dan sta ik ook opeens veel verder van mijn dinges af. Yes! Ik heb, wat, ik weet niet wat ik heb ingedrukt, maar ik zie mijn dingen. Oké, waar de fuck moeten we naartoe? Ik heb geen misschien idee. Ik ga de andere kant op. Misschien ben ik gewoon dom achter je aangegaan. Als ik stil ging staan, is het een klein beetje verneukt. Bij jou. Bij mij was jij gewoon raar aan het crouchglitchen. Waarom is het eigenlijk zo'n groot. Hotel? Waarom is het eigenlijk zo'n groot dak? Omdat het kan, Lennart. Daarom is het zo'n groot dak. Oh, wat een mooie copy-paste gebouwen. Daar in de vette. Drie keer, ja, drie keer hetzelfde gebouw, maar dan eentje wat lager gezet. Eentje wat lager gezet, dat is echt leuk. Ja, maar oh, daar prachtig. Ook, die met die kraan. Ja, die kraan ook, ja. Die staat daar en ja, daar en nog een keer. En dan klopt, ja. Volgens mij is ons poppetje gewoon geglitcht onder in de grond ofzo. Ik weet niet wat het probleem is. We moeten even restarten. Die game is redelijk buggy. Ren ik nu weer als een aap? Nee, jij loopt nu gewoon normaal. En nu? Ook gewoon normaal, nou loop je als een gorilla meer. Oh, what the fuck, kijk deze tekening hierop. Oh, to locate weapons, what the fuck. Je hebt geen ammo meer. Oh ja, nee. Meneer opgetekend. Die zit ook op die andere deur trouwens, copy paste match. Ik weet niet waar de fuck moeten we heen. Nee, dat we even moeten niet starten, omdat deze game een klein beetje geneukt is nu. Omdat wij. Omdat ik gelijk door heb. Ja, sowieso. Alright, restart last checkpoint. Yes. Ik denk dat we dat vaak moeten gaan doen in die game. Die game is een beetje buggy, maar wel grappig. Jee, ren! Oh my god, nee! Huh?
We zijn hier! Kut! Wacht, moeten we niet ergens... Dit is alvast niet gebeurd hoor. Dat kan heel goed hoor. Boah. Oké. Key configuration. Was er niet ergens spring? Knopjes indrukken. Oh, wat de hel. Ah, oh, wacht. Ik weet het al misschien. C? Geef het maar op. Zie? C! En dan... Oh my god. Oh, wat de fuck... Oh, wow, wow, what the fuck deed jij? Wat deed jij? Jij flikkerde... Oh. Die keer... Die keer is echt buggy, dat is best wel grappig eigenlijk. Het is wel... wel leuk om te spelen op die manier. Op die manier is die game wel leuk om te spelen. Die verwijderen. Of die gaan weg. Die keer... Wow! Waar zijn al die lagen gecensureerd? Ja, echt, what the fuck? En nee, hoe de fuck had ik eigenlijk opeens weg? Oh, jij komt ook klaar ofzo? Oh, ja, oh, holy crap! Ik kijk ook een keer links, wel fucking hell. Auw, 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 meneer met een... Waar de fuck is die? Wat is melee attack? F, human shield. Execute. Geef me je wapen. Oh nice, kijk wat ik heb. Iets moois. Zo, dat ding schiet. Oh, wauw, 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 wauw. Ik ben dood. Oh fuck, nee, ik ga bijna dood. Ah, ik moet me in leven houden. E in te rachen heel snel. Lennart, help mij. Revive mij. Ik blijf niet eeuwig leven, Lennart. Oké, dank u. Allee, waar de fuck... Heb jij nog wat lang gekillt hier? Ja. Ah, je hebt een Uzi hier opgepakt, of niet? Van Mac 10 of wat ja. Het is. Heb ik ook. We hebben nog 19 minuten en 27 seconden om dit te fixen, blijkbaar. Dat ding schiet echt niet te hard of snel, joh. Oh. Nou, die zijn allemaal dood. Ren! Oh, daar ben jij. Oh, er liep een gecensureerd iemand langs. Kun je ook dual wielden, please? Dual wield pistols. Echt, iedereen die aan het cover is, al die enemies zijn echt fucking buggy. Ja, alles is buggy in de game, jongen. Oh, kijk. Zit even te kijken. Oh. Ready to get up. Ik heb een shotgun. Oh, goed bezig. Ik zat te kijken als er misschien een dual wield functie was. Van Max Payne-achtige dingen, maar. Die game... Ik vind die game wel leuk eigenlijk dat die buggy is. Ah, ik heb een nieuwe. Dit is een echt... Dit is een scorpion. Weet ik niet meer. Ja, die heb ik nu vast. Ik heb mijn Uzi neergelegd. Ik heb deze. Wacht, wat de fuck was hier? Oh. Die vrouw die loopt nog steeds achter hem aan ook. Waarom? Kijk wat hier is. Oh, oh fuck! Ben je down? Half. Ik ben achterwaarts aan het schieten op iemand. Ik ken hem ook nog. Achterwaarts. Wat dacht je daarvan? Skills. Oh, huh? Oh, jij lag heel mooi bij mij op de grond. Ja, weet ik. Ik heb get up gedaan. Hallo meneer. Oh, wat is dit? Ammo? Wat is dit? Hier ligt vis. Waar oh, shotgun. Ja, die heb ik ook vast. Nee, ik had shotgun ook. Waar de fuck ben ik in? Oh, wat een mooi helmpje had die jongen! Oh, dat kun je nou niet meer zien, want dat is nog zo'n red. Die jongen had zo'n wc-pot helmpje op. Waar ben jij? Ik ben een heel eind verder, denk ik. Kun je fuel can? Oh nice, kun je fuel can gooien. Oh my god! En hoe ver ook! Ik ga hem ook gooien. Oké, oh. Oeps. Oeps. Op het dak. Ja, schiet erop! Hij knalde op jouw bak ook. Oh, nee. Nee. Mongol. Oh. Druk E dan, jongen. Dat doe ik steeds, maar dat lukt niet. You died. Oh my god. Kane died. Oh my god, Lennart. Ik deed de hele tijd E, maar er gebeurde niks. Deze game is zo buggy. What the fuck, ja. Jouw character draait af en toe 360 graden. Oh. What the fuck? Die shit is zo buggy, man. Dat is echt zo grappig. Ik vind het echt een leuke game, puur dat die zo fucking buggy is. Auto. Jij nou? Oeh, fuck. Dit zijn. Oeh, oh, dit zijn veel man. Nee, C. Hier, mooie helmpjes op allemaal. Zie je dat? Ah, ik kan nu op jou schieten. Maar ja, maar dat doe je. Oeh, fuck, wat is dat? Dat ik stoot op zo'n ding. Kom maar met je bakkers, kom dan. Meneer Helm.
Nee! Charge! Waarom gaat die gast niet dood? Ik heb nog 2 kogels. Ik heb nog 10 in de shotgun en 150 in de scorpion. Waarom gaan die ene dude überhaupt niet dood trouwens? Maar dit is echt de buggiest game die ik ooit heb gespeeld eigenlijk. Jij nou? Best toch mooi. Ja, ik vind het mooi, ik vind het grappig. Ik heb dus ook alles gemist. Ik ben nog steeds naakt trouwens. Is daar niet naakt? Ik heb dat 5 neergeschoten, of hebben beide gedaan? Wij denk ik. Maar wij zijn niet helemaal zuiver in de kop. Schiet toch gaat toch zo. Heen. Oh. Goed bezig. Echt lekker meneer, op uw vrouw. Ja, goed gezien, Lennart. Ik zo mooi naast die mooie scooter. Ja. We gaan jouw bagage op. Jouw koffer, die hebben we laten staan. Moeten we ophalen. Yay, achievement! A little help for Razor. Ja, omdat we co-op doen. En welcome to Shanghai. Elke missie krijgen we dus 2 achievements nu. Ik heb geen welcome to Shanghai, die hebben we waarschijnlijk al gekregen ooit. Oh, denk het joh. Ik vind het best wel een mooie game, puur omdat hij zo buggy is van shit. Okay, I'll see you soon. Dat is best wel grappig. Oh, nu ja. Goed bezig. 55%, 56%. Wow. Aha. Zo! Aha. Aha, aha. That's the way, aha, aha. I like it. Oh. Wat is je dat dan doen? Wow, dat dat uit jouw keel kan komen, joh. Yay, 99%. Aha, inderdaad. Hoeveel FPS heb je eigenlijk in die game? Als je record. Record gewoon 60. Ook in ladingsscherm. Nee, ladingsscherm 20. Ladingsscherm heb ik er 20. Ja, ik ook. Dat is heel raar gecapt. Die game is heel raar gecapt. In game, dan heb ik... Wat verschilt ja, trouwens? Video's heb ik nu 99 en 101. Ik heb 30. Omdat die video's capte 30. Alleen niet de record heb ik ook gewoon belachelijke dingen, man. Dat is nu niet. Maar ik heb V-Sync ook aan. Dat is echt zo'n vieze gore gluipert, jongen, die gast. Die voorste dude, ja, sowieso. Ja. Ja, hair wash, jij moet je haar wassen, ja, ook heb je het niet. Ja. Jawel, je hebt het wel. Ja, zo, maar heeft hij die echt haar, Ja, hij heeft het wel op zijn achterhoofd. Ja, oh, wow, is hij ook opgevallen. Mooie aanrijding. Zo spectaculair. Milkshake! Advertentie. Advertentie voor McDonald's. Waarom sta ik hier? Oh. Dat weet ik niet. Waarom heb ik nog steeds die kut shotgun vast? Dat werkt nog niet. Au. Waarom word ik zoveel hit? Ik ben down. Oh, ik schot jou. En also rear. Revive mij. Oh. Er zit gewoon een Chinees in een busje daar. Rug, die staat daar. Er staat een Chinees in een busje daar. Ben je down? Nee. Oh, we moeten die gast uit de auto helpen, denk ik. Nee. Dat moeten we helemaal niet. Ja, maar kijk, serieus in een busje achter je. Hier. Dit busje. Maar kijk, die Chinees, die, what the fuck? Oh, die is nou dood. We moeten die jongen verder helpen met zijn limo. Auw. Waar de fuck zijn... Waarom moeten we opeens naar hier toe? Oh, die auto rijdt ook gewoon nog steeds door. Ja, die auto rijdt door. Je kunt ook blind fire, hè, dat weet je. Ja, tuurlijk. Zo. Huh? Oh my god. Auw. Als je bakkers, jongen, kale flikker. Er zijn opeens nog veel mensen. Ja, ik merk het. Mijn wapens zijn op. Oh, die van mij is op. Ik heb alleen die shotgun. Ik heb ammo opgepakt. Oké. Okay. Auto rijd ik gewoon lekker weg. Oh, ik heb een scorpion. Ik heb een Mac 10 nu. We hebben gewisseld van wapen. Op zich, het schieten werkt nog wel redelijk eigenlijk. Valt me nog mee. En de cover ook wel. Oh, fuck.
Waarom heeft die dude eigenlijk geen shirt aan, bijna? Die heeft toch zo'n naveltruitje aan? Wat de fuck is er mis mee, joh? Jee, mijn eet doet het nu. Nee! Zie je, serieus, kijk wat deze dude voor shirt aan heeft. Waarom heeft hij een naveltruitje aan? Kom eens, waar ben jij? Hier. Ik dacht net dat het een vrouw was. Ja, maar kijk dan! What the fuck? Die! Die auto rijdt gewoon verder zonder ons, hè? Hierzo was ik de vorige keer gestopt. Waarom rijdt hij die mensen niet even aan, of zo? Waarom kan ik met die fucking kut McTeen oeken op die bikes? Please. Nee. Op die boten. Wat een motor! In die game, hè? Ja, oké. Okay. Oh, ooit moeten rijden. Oppakken heb jij die ammo voor mijn neus weggepakt. Mooi. En ik heb al een wapen. Als je nu rent, dan zie je het veel. Ik had ook gewoon casual een auto aangereden, what the fuck? Huh, die auto was er nog niet eens. Wow! Oké, daar kwam een busje, help. Ja, ik moest zelf op zee doen. Ja. Hey, ik haal Glazer uit de auto, doe jij maar iets anders. Ja, jongen! Auw! Wie de vooruit? Oké, ik ben bezig. Fucking dandy! Fuck you, mate! Fucking dandy. Zijn driver is dood natuurlijk. Oh nee, die... Mag ik... Oh my god, zijn driver heeft een paardenstaat. Ah kijk, als je hier een koffer zet... Dan staat er dat je er overheen kan, maar dat kan niet. En dus dan teleport je, heel raar. Nee! Hey, get up. Oh, ik heb een innocent person vermoord. Ga dood, jongen, vallen bananenvreter. Oh nee, kut. Ik denk een beetje dat we druk. Mij nog beter op easy kunnen zetten. Helemaal niet. Shotgun. Hé, hey, opeens fietsen die spawnen. Het lijkt net niet voor speed, kom eens hier. Die pijltjes. Laat ik er nog overheen. Ik ben echt bijna dood. Oh god, politie. What the fuck ga jij niet dood door een shotgun, jongen, politie? Oeh, even een revolver. Even een echte magnum, jongen. Oeh, fuck. Moeten we die dude niet meenemen? Ah, nice, je kunt echt get up in cover. Oeh, nice, ik heb een hele mooie pistool gepakt. Ik ook, een magnum. Ja, ik ook. Waarom? Ik schoot op de verkeerde, ik schoot op jou. Waarom loopt die gast opeens weer normaal? Omdat hij dat kan. Die gast teleport echt bij mij. Nog 10 minuten. Oké, op weg naar het garage. Oh, wauw. We teleporten opeens. Ja, tuurlijk doen we dat. Die game houdt van teleporten in kutje, blijkbaar. I'm gonna have a sudden heart attack. Gaan we rijden? Gaan we rijden? Of hadden we nog meer geraped hier? Beneden. Volgens mij wordt er nog meer geraped. Want ik heb dit zeg, oh wacht, dit doet volgens mij nog iets ook. Oh, ja, dat doet iets. Nee, mijn E doet euro. Mogel, één ding graag. Ik op dat ding. Hallo? Oké, ik ga al die dingen. Hallo, it's me! Hoe ben jij aan het praten, jongen, vuile kale? Knaak. Lennart. Ja? Nee! Fine. Oh, damn! Hij is bij jou in de buurt ook. Ah, mooi. Maar ja. Werkt dat? Nee, escape werkt niet echt. Druk jij eens escape? Nee, hé. Hey, hij doet het niet, maar hij doet het niet. Oh my god, Lennart. Nee, maar mijn E doet het niet. Hoe kan jouw E het nou niet doen? Ja, dat doet hij het wel, maar dat hele ding doet het niet. 3, 2, 1, boom. Oké. Nou ja, we gaan verder in de volgende part. We hopen dat jullie het echt leuk vinden. Net zo leuk als wij het vinden met die buggy shit. Laat het weten in de comments natuurlijk. Als je het leuk vond, geef een dikke thumbs op. Deel hem met je vrienden en zet hem in favorieten. En dan zie ik je weer in de volgende video. Later!